Ik moet je iets vertellen. Vertel. Ik heb vandaag ergens met de motor tegenaan gezeten. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve dappies, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Serzo. Ik ben René. En vandaag is een leuke dag. Want, mooie dag. Een mooie dag, hele mooie dag. Want Jesse Silver die heeft vandaag zijn eerste wendag. Want ik moet dadelijk weer beginnen met werken. Dus dan gaat hij naar de crèche. En Sergio die staat vandaag bij de deur op een Italiaans evenement. Als gondelier. Ja, bij de deur klinkt net als, alsof ik de bouncer ben. Je bent gewoon een bodyguard. Ja, die schoenen, sorry, die schoenen kunnen echt niet. Je nee. mag niet naar binnen bij dit Italië-event. Nee, sorry. Nee, ik ben inderdaad acteur bij de kaartjes in controle. Ja. Dus ik ben de gondelier. Dus ik heb een leuk hoedje op en een shirtje en zo. Dus ja, hartstikke leuk, 3 dagjes. Laten we zo nog even zien. Ja. En Jesse Silver, die ga ik even filmen. He's want die lag ook heel apart. Even toch het eentje zo. Oeh, wat een lekker weer. We konden niks meer zien in die camera zoals je ziet. Oh, hij ligt weer zo schattig. Ach, poppetje. Nou, ik ga hem wakker maken, gaan we lekker eten, aankleden en dan gaan we naar vandoor. Kruidjespatroon. Zo, ik zie dat hij op een grillpan gelegen heeft. We gaan vandaag voor het ruitjespatroon. Ben je er klaar voor, schat? We zijn er! Hij is nou in slaap gevallen. Ja, hij was moe, hè? Ja. En natuurlijk, als je die was over indrukken op, dan word je sneller moe. En dan, ja, dan is het in de eerste uur, hè? Zo, die heeft net geslapen. Hallo. Nee, dat is gewoon blij. Zo. Nou, we zijn onderweg naar het Italië-event in het kasteel in Den Haar, hè? Nee, Kasteel de Haar. Ja, Kasteel de Haar. Ja. Het was een beetje zoeken met het parkeren. Kijk maar eens even, moest kijken. Heel, heel druk volgens mij. Gaan we eens even kijken hoe papa het doet, hè? Ja! Mafioso. Slaak dan. Ja. Oh, sorry schat. Gaat het goed? Ja. Alleen Nee, dat ding werkt voor gemeente, dus maar dat maakt het niet uit. Ja. Dankjewel.
Het moment is bijna weg. Het was nog net op tijd. Ja. 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 Hoep, 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 hoep. Het is vandaag wereld op z'n kop dag. Hoep, 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 hoep. Hoep, 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 hoep. Ik pak je tong hoor. Dit vind je leuk hè? Zo, hoe was jullie dag vandaag? Zo, mijn haren zien er ook weer ontploft uit. Op de lift het vanmorgen al, de licht was gewoon kapot jongens. Ja, daar word je niet vrolijk van. En de honden ook niet, want die moesten dus met het op. Hij deed het weer gelukkig. Oh, hij deed het al, want vanmorgen toen ik ze uitgelaten niet. Nee, maar daarna weer wel. Ja. Dus dan deed hij het. Dus dan deed het weer. Ja. Goed van jou. Goed hè? Hey. Hey, Poepie. Hey, Poepie. Ah, Poepie. Ik moet je iets vertellen. Vertel. Ik heb vandaag ergens met de motor tegenaan gezeten. Oh. En je stond nog recht op. Ja, dat wel, maar ik heb een... Ik reed tegen een blauwe bumper aan, bij de verkeerslichten. Dan heb je wel via papieren laten tekenen en zo. Nee, ik ben keihard vandoor gegaan. Ja. Nee, zou ik nooit doen. Maar ik had vandaag een hele... Mark even? Mark heel even? Ja. Even stil. Je hebt net je flesje gehad hoor. Maar ik ben dus gisteren mijn examens gemaakt. Ik heb ze nog niet gehaald. Van de eerste opleiding. En vandaag morgen kun je meteen door naar Scheveningen voor de IBT training. Ik ga daar niet te veel over te vertellen. Of ja, eigenlijk helemaal niks. Gewoon dat het een training was. Maar die was wel zwaar. En dan doe je dus allemaal dingen naspelen. En ook wel eens als boef zijnde, zeg maar. Dus ik was vandaag een paar keer het boefje. En wat ik overigens heel erg leuk vond en ook ontzettend positief werd ontvangen. En, maar dus ik ging naar huis, maar ik zat nog een beetje in mijn rol, denk ik. Dus ik ging gewoon een beetje rustig door het verkeer. En op een gegeven moment kwam ik bij een stoplicht en ik wilde gewoon een aantal auto's passeren. En ineens zag ik in mijn spiegel een BMW die maakte een beweging en ik dacht dat ik daarvoor uit moest wijken. Dus toen ging ik een beetje naar links. En toen raakte ik de bumper van een man en die stapte uit. En die begon, dus die was natuurlijk, snap ik wel, weet je. En dus toen zei ik van, nou, zet hem even daar neer, weet je wel. Dus toen ging ik linksaf, toen zetten we daar zijn auto stil en mijn motor ernaast natuurlijk. En toen stapte die uit en ik zei, ja gast, sorry. Ik zei, ja, het was inschattingsfoutje, het ging zo snel. En, maar het viel gelukkig mee. Alleen hij had pas 4 dagen zijn nieuwe auto. Dus, wel het was een lease auto, dus hij was niet, hij was in eerste instantie heel erg boos en zo van, hoog is zijn emotie en zo. En daarna was het vrij snel gekalmeerd. En we hebben inderdaad het schadeformuliertje ingevuld. En, dus dat. Goed zo. Ik ben begonnen aan mijn laatste week vrij met deze knul. Ja, ook heel erg leuk. Ik vind wel een heel cool, dat je het heel cool oppakt. Wat? Nou. Ja, moet ik dan doen, boos worden? Is toch al gebeurd? Nee, je hoeft niet boos te worden. Ik ben mama van die kleine, hè? Niet van mij. Hè? Maar, ja. Heb je zin om... Heb je zin om weer te gaan werken? Nee. Het is leuk, hè? Nee.
Nee, niet omdat ik een hekel heb aan mijn werk natuurlijk. En mijn collega's is wel weer gezellig. Ja. Snel gegaan, hè? Maar het gaat zo snel, joh, inderdaad. Weet. Je bent zo sterk. We moeten morgen weer naar consultatiebureau. Krijg je weer een prikje? Oh, ik heb weer een prikje. En dan kan ik weer niet bij zijn. Nee, alweer niet. Wie? Alweer niet. Nee, ik heb morgen nog één dag training. En dan... Laten we zien hoe sterk je bent. 1, 2, 3. Goed zo. Ja. Ja, ben jij poep op mij of zo? Nou, hij heeft ook net gedronken, schat. Dus nee, ik doe hem toch niet op zijn kop? Nee, maar dat hij zo wild is. Nou ja. Mama. En vrijdag, zaterdag en zondag sta ik op het Italië-evenement als acteur bij de ingangen. Zo, het is ook heel erg leuk. En daar ga ik trouwens nog eventjes een... Ik heb namelijk een heel leuk hoedje daarvoor gekocht. Deze dus. En nou, ik vond hem heel toepasselijk ook met die pizzapunt. Alleen er staat ook French fries op, dus dat kan natuurlijk niet. En dus daar hebben we de dingetjes voor. En die moet ik er eventjes opstrijken. Dus laten we de strijkplank er even bij pakken. Hey. Dan kan je gelijk nog even wat dingetjes ook gelijk strijken. Nee. Neer. Wat dan? Fuck you! Wat dan? Ik ben heel mijn kast aan het opruimen voor jou. Ja, wat dan? Nou, wat ik nog op bed had laten liggen. Waarvan ik dacht, nou, dat wil ik wel houden, maar dan moet er even een strijkje overheen. Ja. Mama houdt van jou. Mama houdt van jou. Ik neem dat aan als een ditto. Hij maakt geluidjes aan het doen. Hey. Hey. Kijk eens naar papa. Hallo. Ik heb vandaag de complimentjes gehad. Ja, ik zag een paar klanten van mij. Oh, wat een mooie baby. Ja, dat is hij ook natuurlijk, hè? Ja. De allermooiste van de hele wereld. Ja, sowieso. Hij is echt op je aan het poepen, denk ik. Nu mag het nog. Het is natuurlijk een dropje, hè? Deze kleine zaakmachine die heeft zijn laatste flesje gehad, dus ik kan hem op bed leggen. Het is zwaar, hè? Is dat zo'n doodgewicht? Ja. Wat is dit? Een slaapzakje. We moeten nog een schone luier. Dus... Even verschonen, schatje. Ja. Zo gebeurt. Nou, dit gaat hij niet meer vinden. Zo klaar. Zo klaar, poepie. Ja, is niet leuk, hè? Ja, ik weet het. We gaan het snel doen. Nou, meneer ligt in zijn ei. Poppetjes ingepakt. Maar dan kan hij dus niet op zijn buik.
Jawel, zulke armpjes kunnen er gewoon uit. Het is gewoon op zijn buik. Zoals ik wil slapen, mossel. Oké. Waar is het licht? Daar zo. Nou, ons moppie ligt lekker in zijn bedje. Hij is helemaal knock-out. Ja. En ik denk dat het voor ons ook tijd is dat we knock-out gaan. Ja, lekker naar bed. Vond je dit een leuk vlog? Oh, duimpje omhoog. Ik wil nog even zeggen dat we vakantie gingen boeken. Ja. Maar dat wordt waarschijnlijk morgen. Ja. Ja, dan kunnen we het net zo goed veilig doen. Wij zitten nu niet meer in. Wat was dat? Was dat een boer of zo? Volgens mij een boer. Oké, proost jongen. Nou, wordt dit een leuke vlog? Duimpje omhoog. Boertje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aanzetten. En dan zien we je bij de volgende vlog. Altijd een reactie achterlaten, want vinden we altijd leuk. We zullen ook altijd reageren. En tot de volgende vlog. Ciao. Ciao.